Dan gaan we gelijk door naar de volgende presentatie. Die wordt gegeven door Frances Soumeete. Zij is onze nieuwe medisch maatschappelijk werkster van het team. En ze gaat dus ook wat vertellen over de psychosociale ondersteuning die we ook in het team nu weer goed kunnen bieden. Oké, dankjewel. Succes. Even kijken, moeten we deze afsluiten erin? Oh, ik heb hem al, ja. Ja, dat is ook nog de goeie, geloof ik. Welkom allemaal. Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Frances Soumeete. Ik ben sinds ongeveer begin van dit jaar toegevoegd als medisch maatschappelijk werker aan het team van CF. Mijn voorgangster was Karen Smeets, zullen sommigen van jullie nog wel weten. Die is ongeveer een jaar of twee geleden ermee gestopt. Dus er is even een hele tijd geen medisch maatschappelijk werker geweest. En gelukkig dat we wel deel uit mogen maken van het team. En ik hoop jullie nog een beetje te kunnen uitleggen wat onze taak is. In eerste instantie, wij zorgen voor het psychische gedeelte vooral. En daarnaast ook een aantal praktische zaken. Dat is misschien wel een leuk bruggetje naar de presentatie van Jan aan voorafgaand. Want die had het over therapietrouw en dat dat ook wel heel veel te maken heeft met lekker in je vel zitten en je thuissituatie. Nou, dat is precies waar de maatschappelijk werker zich mee bezighoudt. Daarnaast heb je ook een aantal andere disciplines in het team, onder andere een psycholoog die ook zich met de psychische kant van een ziekte bezighoudt. De psycholoog is vanavond niet vertegenwoordigd, maar goed, wij hebben een bepaalde overlap, maar ik zal je in ieder geval nu vertellen wat wij doen. Waarvoor kun je terecht bij medisch maatschappelijk werk? het heeft altijd te maken met uw ziekte. Je hebt algemeen maatschappelijk werk, maar wij zijn daarvoor specifiek medisch maatschappelijk werk. We bieden een luisterend oor aan mensen en patiënten, maar daarin onderscheiden we ons ook weer van de andere disciplines zoals psychologie, dat wij daar ook, er ook zijn voor het systeem, het gezin, de naaste van de patiënt. Dus in het geval van kinderen, ouders, broertjes, zusjes, een partner bij volwassen patiënten. Kinderen, noem maar op. Het is niet alleen altijd een luisterend oor bieden, dat mensen gewoon even een verhaal kwijt kunnen, maar ook verdere psychische ondersteuning. En dan gaat het vooral over een balans vinden tussen draagkracht en draaglast. Daar kom ik straks nog verder op terug. Wat wij ook doen is praktische begeleiding en ondersteuning bieden. Je bent als patiënt, soms nog werkzaam, of als ouders van een CF-kindje ben je werkzaam. Je hebt relaties onderling. Er kunnen allerlei situaties zich voordoen waarin je hebt een rol als ouder, aan de andere kant heb je een rol als partner, maar daarnaast ben je ook of zelf ziek of je kind is ziek. Dat constant daartussen balanceren, dat vergt veel van mensen. Wat er wel nog gebeurt is, wat wij ook doen is daarnaast, als je bijvoorbeeld door je ziekte meer gaat uitvallen in je werk, of door de ziekte van je kind meer gaat uitvallen in je werk, dat er daardoor problemen ontstaan op je werk. Uitkeringen, noem maar op, school bij de wat oudere kinderen, die lopen tegen allerlei problemen aan. Het kan zo zijn dat je in je woning, dat er bepaalde problemen ontstaan, dat er hulpmiddelen moeten komen, noem maar op. Heel veel mensen zijn heel goed in staat om dat zelf allemaal uit te zoeken en om daar zelf een weg in te vinden. Mocht dat niet zo zijn, dan kun je altijd even op ons terugvallen, voorbij in dit geval. Wij kunnen je helpen met informatie, de weg wijzen, meegesprekken voeren, contact opnemen met anderen, met je werk, met je bedrijfsarts, noem maar op. Dus als je denkt van nou, ik heb daar toch wel steun en begeleiding in nodig, dan kun je in ieder geval altijd bij ons terecht. En wat ik dan heb staan is informatie, educatie en doorverwijzing. Dat wil dus zeggen van als er bepaalde dingen zijn, zoals bijvoorbeeld dat je hulp in het huishouden nodig gaat hebben, dan kunnen we je altijd doorverwijzen, we kunnen je daarbij in begeleiden. Alles in relatie tot de ziekte natuurlijk. Ik vond ook wel heel fijn dat op dit moment ik een praatje kon houden, want velen van jullie zullen ongetwijfeld al wel gehoord hebben dat er veel aan het veranderen is in de zorg. En het is niet deze avond is niet de plek om dat allemaal hier te gaan uitleggen, want dat kan ik ook helemaal niet, want er komt veel te veel bij kijken.
Waar wel veel van jullie waarschijnlijk toch al mee te maken hebben of er misschien mee te maken gaan hebben, dat zijn veranderingen in het geval van als je een PGB hebt, wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO. Al die veranderingen in de zorg die je op de site van hoe verandert mijn zorg terug kunt vinden, daar staat het heel goed uitgelegd ook. Maar als je daarbij toch dingen tegenkomt waarvan je zegt van nou dat is me niet helemaal duidelijk, kun je misschien even helpen met formulieren invullen, kan je ook bij ons terecht. Hoe verloopt een gesprek bij maatschappelijk werk? Ik heb tot nu toe een aantal patiënten of ouders met patiëntjes al gezien in het kader van het groot onderzoek. Dat waren gewoon kennismakingsgesprekken. Over het algemeen was het gewoon dat ik eventjes dit praatje voor die mensen kon houden. Dus die weten dit natuurlijk allemaal al lang. Maar als er dan echt op het begin met hulp nodig is, dat je echt een gesprek wil met mij, dan gaan we natuurlijk eerst even een inventarisatie maken van jouw woon- en leefsituatie. Wie ben je en wat voor gezin woon of leef je? Wat zijn je relaties? Noem maar op. Dan, waar we dan vooral kijken is van wat de gevolgen zijn van uw ziekte, van de ziekte van uw kind op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Hoe je dat ervaart, hoe je er tot nu toe mee om bent gegaan. En dan uiteindelijk gaan we toch wel toe naar echt van wat is nou precies je hulpvraag, wat is je probleem. Want het is heel belangrijk dat we dat goed duidelijk hebben, want dan kunnen we natuurlijk ook de beste hulp bieden of ondersteuning. Dat kan resulteren in bijvoorbeeld een plan van aanpak. Dat klinkt allemaal heel chic. Dat kan ook gewoon zijn dat we afspreken met elkaar van nou, ik heb even wat steun en begeleiding nodig. Er volgen gewoon een aantal gesprekken. Het voordeel van medisch-maatschappelijk werk is dat wij zijn gratis. Tenminste, als je hier in het ziekenhuis gebruik ervan maakt. Wat dat betreft zijn er geen kosten voor de patiënt of zijn gezin of systeem. Dus dat is altijd wel weer een pluspunt. Waar we dan het nu over gaan hebben is die draaglast en die draagkracht. Dat is dan toch een beetje het centrale thema binnen ons vakgebied. Hier heb je ze. Nou, draaglast, dat staat er al. Dat zijn alle gebeurtenissen en omstandigheden die een belasting vormen in je leven. En draagkracht is het vermogen om je aan deze omstandigheden aan te passen. Je bent niet de ziekte, maar je hebt een ziekte. Maar die ziekte leidt er wel toe dat er in je leven van alles gebeurt. Er dingen op z'n kop komen te staan, relaties, noem maar op. Veel volwassen patiënten hebben daar allang inmiddels wel hun weg in gevonden. Ouders van kindjes met CF die nog maar net geboren zijn, die zijn daar zeker nog hun weg in aan het zoeken. Die balans daartussen is soms moeilijk te vinden en daar kunnen we je bij ondersteunen. Dit is die disbalans. Dat wordt mooi door die vrachtwagen. Dat kun je goed zien. De draagkracht wordt waar mogelijk versterkt. En de draaglast die proberen we waar mogelijk samen met jullie te verlichten. Dat was eigenlijk mijn verhaal tot nu toe. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Oké, dank jullie wel. Dankjewel, Francis. Dat is ook een duidelijk verhaal. Geen vragen nu direct voor haar, maar blijf maar wel even staan. Ik heb vandaag al wat vragen binnengekregen. Ik weet niet of er nu ook al wat vragen zijn gekomen, maar daar gaan we zo naar luisteren. Oh, sorry. Dokter Dompeling. Ik zou willen vragen, in hoeverre, wat onderscheidt jullie werk van het werk van de psychologie? Ja, dat is een goede vraag. Wat onderscheidt ons werk van maatschappelijk werk van de psychologie? Dat vragen veel mensen, vooral in het ziekenhuis. Want wij hebben beide dat wij de mensen op psychisch gebied ondersteunen en begeleiden. Wij onderscheiden ons in die zin van de psychologie dat wij niet alleen naar de patiënt kijken, maar ook naar zijn naasten. Wij praten ook met partners, met ouders. Dat doet kinderpsychologie dat ook, want die begeleiden niet alleen het kindje, maar ook de ouders die erbij horen. Dat is bijna onlosmakelijk verbonden natuurlijk. Psychologie kijkt veel meer naar de patiënt zelf, naar... Ieder mens die tegen een ziekte aanloopt, die met een ziekte te maken krijgt,
ondervindt daar op enig moment problemen mee. Hè? In de verwerking, in waar ze tegenaan lopen. En het is heel normaal dat je je dan op momenten somber kunt voelen. Hè? Of het allemaal niet zo ziet zitten. En, daar kun je goed voorbij in maatschappelijk werken. Daar kan je verhaal doen. Daar kunnen wij je daarin begeleiden, ondersteunen. Wij hebben daar bepaalde methodieken die we daarvoor gebruiken. Een psycholoog gaat eigenlijk vooral te werk als het erger gaat worden, zeg maar. Als je toch echt dreigt vast te lopen en ja, als het wat zwaarder allemaal gaat worden. Dus in die zin, ook daarin is een bepaalde overlap, maar zo zou je het grofweg kunnen zeggen. Ja, dus als iemand ook depressief is, dan kunnen wij verder. Dan verwijzen we altijd door naar een psycholoog. Dan heb ik vandaag nog wel een andere vraag binnengekregen, wat deels ook wel voor jou bestemd is. Dat is van de moeder van een CF-patiënt. Zij weet van de maatregelen die we treffen ten aanzien van besmetting onderling van CF-patiënten. Dus segregatie, zoals we dat met een mooi woord zeggen. Patiënten zouden elkaar eigenlijk niet direct moeten ontmoeten. Moeten wat afstand houden. Dat is bijvoorbeeld ook op het moment van op een polycontrole. Mensen moeten een beetje hun plekje in de wachtkamer vasthouden. Niet hun kleine kinderen niet te veel laten spelen. We trekken mensen ook snel naar de spreekkamer toe. En die moeder heeft dan soms het gevoel dat kinderen zich daarvoor zouden moeten schamen dat ze die ziekte hebben. Zij bekijkt het zelf heel erg holistisch. En ze vraagt eigenlijk een beetje hoe wij als team daar psychologisch tegenaan kijken. Is niet, de psycholoog moeten hebben. Is ook niet gelijk een makkelijke vraag, want het is. Ik besef me dat ook wel. Dat sinds dat landelijk de segregatiemaatregelen ook echt doorgevoerd zijn, zijn er natuurlijk ook een aantal ontmoetingsmomenten echt afgeschaft voor patiënten. En van de andere kant is als patiënt met zo'n aandoening. Is patiëntencontact, lotgenotencontact heel erg belangrijk. En als je dat niet meer echt face-to-face bij elkaar aan tafel kan doen, maar dat allemaal via media moet. Gelukkig is het tegenwoordig veel media, maar dat maakt het toch afstandelijker. En ik kan me wel voorstellen voor jongeren dat ze dan ook wel eens denken van, ja, wat heb ik dan? Schaamte. Ja. Heb ik iets waarvoor ik me moet schamen, wat anderen niet mogen zien, wat anderen niet mogen merken? Mm-hmm. Ja, schaamte, dat kan natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het is een bepaald. Heeft te maken met de verwerking en acceptatie natuurlijk van je ziekte. En ik kan me voorstellen als je met lotgenoten daarover kunt praten, dat het een bepaalde verlichting kan geven. Dus. Toevallig net even voordat we hier begonnen, hebben we het nog even over wat lotgenotencontacten gehad van ouders onderling, hè, ouders van CF-patiënten. Ik denk dat het ook heel belangrijk is, dat zeiden die ouders ook zelf net. Wat misschien wel mogelijk is, juist in deze tijd, dat zei je ook al van, er is tegenwoordig steeds meer ook online hulpverlening. En ik denk met name CF-patiënten zouden daar best wel, daar zou misschien best wel iets in ontwikkeld kunnen worden. Dus in die zin zou ik daar best wel eens wat informatie over willen gaan inwinnen. Ook bij andere centra. Ik weet niet of dat al bestaat. Een soort chatsessies of zoiets. Dat is op zich het CF-café dat bestaat. Ja. Dat is wel geloof ik via de NCFS opgezet. De NCFS organiseert ook nog steeds een landelijke ontmoetingsdag. Wat ook een beetje zoals wij het nu doen door livestreaming ook door mensen thuis gevolgd kan worden. Dus daar wordt al wel het een en ander in gedaan. Mm-hmm.